belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De rechtbank heeft op Curaçao gisteren opnieuw uitspraak gedaan in een arbeidsconflict wat te maken heeft met vaccineren. Het gaat om een 53-jarige vrouw die al 7 jaar bij een casino werkt. Op 19 mei van dit jaar ging het casino weer open en toen bleek dat de vrouw zich niet had laten vaccineren. Daarop is het bedrijf een ontslagprocedure gestart. Gisteren bepaalde de rechter dat het bedrijf daarmee niet correct heeft gehandeld. Tegelijkertijd gaf de rechter aan dat er geen vertrouwen meer is tussen beide partijen. En daarom moet het casino de vrouw een compensatie betalen. In ieder geval haar salaris van juni tot en met oktober en daarbovenop nog een bedrag. Aqualectra zal de komende periode de bevolking meer op de hoogte brengen van de toekomstplannen rond Aqua Futura. Dat heeft directeur Dirk Jonis van het water- en elektriciteitsbedrijf gisteren gezegd bij de groundbreaking van een nieuw gebouw van Aqualectra. Bij Nieuwe Haven zal er voor 7 miljoen gulden een nieuw pand van Aqualectra komen. Na Aqualectra, nós atuamos tempo para servir-vos ora com mais de comunismo. Chiama no centro di cliente al telefono 0800-035 di già luna per già bierne fuori di 7 ore di mente e con 7 ore di noce per turno servizio non off per transita. Se vuoi che transita per già sabra, tambe per ora. Può per scogliere per trabocita, riba aqualectra.com e provecia a mezz'ora, pone il documento na cerca per la visita cerca di noi vai più facile. Sì! Aqualectra su centro di cliente orta clapa servibu na e momento cuta cumini abo. Op Curaçao zijn gisteren 16 nieuwe besmettingen geregistreerd. 11 mensen gingen uit de isolatie, maar daarmee heeft Curaçao de 100 weer gepasseerd. Het gaat nu om 102 actieve besmettingen op het eiland. In het ziekenhuis liggen 4 mensen die zijn besmet met COVID. 2 daarvan liggen op de intensive care. 1 persoon uit Sint Maarten wordt in het CMC behandeld. Een vervelend ongeluk gisteren op een industrieterrein in Cerulora. Het leverde gelukkig alleen blikschade op en niemand raakte gewond. Een kraanwagen viel om op 2 geparkeerde auto's. Dat leverde veel schade op, maar omdat er niemand in de wagen zat, raakte niemand gewond. Waarom de kraanwagen viel, is nog onduidelijk. Het wordt momenteel onderzocht. Een bijzondere school is gisteren geopend. Het gaat om de Scopa Desarrollo Integral Tirso Marta. De school is vernoemd naar de bekende kunstenaar Tirso Marta en bevindt zich in het hart van de wijk Buena Vista. De afgelopen periode was de school vaak onderhevig aan vandalisme, maar die is nu opgeknapt. En volgens Tirso Marta kunnen op die manier jongeren uit de buurt een goede basis leggen voor hun schoolcarrière. Gisteren vond de spectaculaire première plaats van een documentaire over Niorka Lindeborg, beter bekend als Nina de Maffiameid. De 4-delige documentaire gaat over het leven van Nina, die onder meer actief was in de drugshandel en in de prostitutie. De 4-delige documentaire is te zien via Cariflix.
De Extra weet vandaag te melden dat de Miami Marlins interesse hebben in de Curaçaose honkballer Kenley Jansen. Jansen is momenteel met zijn gezin op vakantie op Curaçao, maar volgens de krant vinden er gesprekken plaats en willen de Marlins Kenley Jansen snel hebben. Momenteel speelt Kenley Jansen nog voor de Los Angeles Dodgers. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra journaal, vers van de pers.